Out of the blue kwam uit de lucht vallen toen ik op Facebook het filmpje zag dat ik heel graag trouwambtenaar wil worden. En dat was me meteen duidelijk. Ik wist van het hele vak niks af. Ik wist niet dat het bestond. Ik dacht, dat is een stoffige ambtenaar in een gemeentehuis die dat doet. Nu weet ik heel goed dat ik dat wil. Als je dit niet hebt gedaan, dan, en je wilt wel trouwambtenaar worden of ceremonieel spreker, ja, dan heb je wat mij betreft wel het neusje van de zalm gemist. Ik kwam hier aan en ik voelde eigenlijk meteen al dat het meer zou worden dan wat ik ervan had verwacht. Het is zo ontzettend leuk om hier met mensen te werken aan iets wat je zelf wil bereiken, maar die anderen willen dat ook. Nee, ik wil mezelf maximaal ontplooien. 100% geven. En ik weet niet of ik deze cursus nodig had, maar nu ik hem heb gedaan, ja, top. Dit weekend, deze roeping, zo je wil, die is niet in een paar woorden samen te vatten. Je komt in een groep waar je niemand kent, waar je dingen gaat leren die je nog niet hebt geleerd. De vaardigheden en talenten die in je zitten, mag je naar boven toveren. En die mag je ook laten groeien. Als ik deze training zou samenvatten, dan zou het echt een belachelijk pakket zijn in één groot cadeau verpakt met een enorme strik eromheen en je geeft hem aan jezelf. Als ik het thuis moet gaan vertellen wat dit met mij doet dit weekend, ik weet niet of ik het kan overbrengen.